Ek is in Pakkelsdorp en is groot joligheid. Dus die PBA is een bekendstelling van hulle kandidaten. Ons is hier by raadslid Virgil Gericke. Virgil, jy het erfenisdag gekies vir hierdie speciale aankondiging. Hoekom? Ja, eerstens omdat ons lekker wil hê, ons mense moet net lekker relax en agteroor sit en die erfenisvieringe geniet saam met ons onder die vaandel van die PBI, soos jy self kan sien. Ons het honderde mense hierso. En dan het ons gekies om die kandidaten bekend te stel op erfenisdag, omdat ons een partij van die mense is, ons onderskryf die erfenis, ons ondersteun ons erfenis. Voor 1994 het ons geen erfenisdag gehad vir ons mense nie, en ons vier het, ons celebrate, ons is met die mense, ons is tussen die mense, en ons is hier by die gewone mense, om vir hulle te wys, ons bring gewone mense wat vir hulle kan dien in die raadsale. Dit klink heerlik en ek hoor julle gaan 'n Jerusalema dansie ook nou maar uitvoer. Ons gaan nou een lekker Jerusalema dans doen, ons het een live band hier, ons het lekker braaivleis en ons het lekker mense hier so. En een karaoke. En een lekker karaoke, ja, sommer lekker, dit gaat lekker hier so. En allemaal is welkom om hier naartoe te kom. Definitief een feestelijke dag vandaag. Maak nou recht vir die dans, he. Ik ga er maar twee, Lappie.